Welkom bij dit korte filmpje over een van de big data experimenten die we hebben uitgevoerd rondom websites. Wat we hebben gedaan, we hebben eigenlijk een exploratief onderzoek gedaan naar het gebruik van gemeentelijke websites. Een aantal gemeentes hebben daarop meegewerkt. Sommige gemeentes waren in staat om eigenlijk statistische informatie aan te leveren. Een enkele gemeente, waaronder de gemeente Vught, en daar gaat het voorbeeld over, was ook in staat om hun logfiles aan te leveren. En wat ermee gedaan is een aantal verkenningen. Wat vind je er nou? Hoe bewegen mensen zich op een website? Waar komen ze terecht? Een aantal dingen zijn daar onder andere bij ontdekt, maar die laten we u niet zien. Die vind je ook in de andere bijlagen bij dit recept in onze magazine. Gaat het over hoe bouw je nou een slimme site op? Hoe maak je jezelf vindbaar? Maar ook vanuit welke kanten komen mensen? Zijn er ook bots die je computer website bezoeken en dergelijke? Maar wat we nu even naar kijken hier is een model, als een soort van ui, waarbij we hebben afgepeld waar mensen de website binnenkomen en vervolgens welke stappen ze gaan zetten. En je ziet hier al een hele grote blauwe ring. En dit is eigenlijk de eerste pagina, de startpagina van de gemeentelijke website. Meer dan de helft van de mensen komt binnen via die manier. En vervolgens zie je in de tweede ring welke stappen mensen dan zetten. Ze gaan bijvoorbeeld naar de paspoorten toe. En als ze nou paspoorten hebben geklikt, of dan gaan ze bijvoorbeeld naar specifiek het paspoort aanvragen en zo gaat het stappen verder. Informatie, extra gegevens en zo downwilt men zeg maar door die website heen. Er zijn aardig wat stappen te zetten, soms is zelfs één stap. Maar het kan ook zijn dat mensen in plaats van via de hoofdpagina binnenkomen rechtstreeks bij het onderwerp wat ze al weten. Omdat ze bijvoorbeeld in Google hebben ingetikt paspoort aanvragen, gemeente Vught, komen dan hier terecht en vervolgens gaan ze daar weer de route in. Maar wat je ook ziet gebeuren is dat sommige mensen ook weer verdwalen. Dat ze heen, dat ze gaan lussen, dat ze terugkomen waar ze vandaan kwamen. En eigenlijk laat je in dit model exact zien wat er gebeurt. Hoe bewegen mensen zich op die website? En dat is heel interessant om te kijken, is vindbaar wat gezocht moet worden? Komen mensen op de plek waar ik ze wil hebben? Hoeveel stappen kost dat? Zou je dat anders kunnen inrichten en oplossen? Nou, daar een ander voorbeeld van. Dan gaan we even terug naar een heel ander scherm. Dat is even een andere pagina die iets laat zien. Wat we hier zien is zeg maar de ingang waar mensen binnenkomen als het gaat om de website. Je ziet hier ook 120.000 van de 400.000 pagina's in eerste instantie de eerste pagina. Vervolgens kun je daar aanklikken wat dan de verbinding is tussen die ingangspagina en waar die naartoe verhuist. Waar gaan mensen van die eerste keuze naar die keuze naartoe? Die pagina verhouden zich met die pagina's. Je kunt vanaf die pagina naar die pagina's. En dan zie je ook gelijk de tijd dat het aantal pagina's wat gebruikt wordt natuurlijk afneemt. Nou, wat we hebben gedaan, vervolgens hebben we gezegd, oké, welke pagina's worden dan niet gevonden? Die hebben dus gezegd 0, aantal keer bestemming 0. Voor die range selecteren zien we hier eigenlijk het overzicht van alle pagina's. En dat zijn er dus 800 van de 9000 pagina's. Dus dat is 8-9% van alle pagina's die eigenlijk gewoon loze pagina's zijn. Er staat wel wat op, maar er komt niemand. Ze worden eigenlijk niet meer gebruikt, ze zijn in onbruik geraakt. En op die manier kun je heel snel een selectie maken van pagina's die je niet langer nodig hebt. Nou, dat was het voorbeeld. De rest van de informatie vind je ook in een heel overzicht met allerlei tips en tricks om je website te verbeteren, die er allemaal uit voortgekomen zijn. Lees die, is zeker heel erg interessant. En daarnaast is dat ook het document van hoe deze hele procedure is aangevlogen. Kunt u daar ook bij aantreffen. En dat schetst een totaalbeeld. Maar het was goed om even kort iets te laten zien. Dank u wel.